Goedemorgen. Dus ja, gisteravond toch de vlog zo'n beetje kut afsloten, omdat het al laat was. En we waren ook zelf moe en zo. Maar wat we gisteren zeker waren vergeten te zeggen, is waarom dat vandaag zo'n lastige dag is, is omdat we eigenlijk vanaf 2 uur of 3 uur, ongeveer vanaf 3 uur, zijn we heel samen buiten in de Sahara. Dus dat is fucking warm. Dus dat is echt gewoon doodzweet. Maar gelukkig hebben we inderdaad wel eigenlijk gisteren dat we daar het om dan zo'n doek gekocht voor op ons hoofd. Ja. En hopelijk helpt dat een klein beetje. Ik zou misschien ook een klein beetje helpen met mijn haar gewoon. What the fuck is dat? Maar dus, kijk, ik ga nog een keer het uitzicht en het weer tonen van vandaag. Zoals altijd. Ja, heel veel zonnig en heel mooi weer, ja. Oké. Ik hou jullie op de hoogte. En tot straks. Weet je, we niet luider een babbel nu. Wat later vertrekken we dan daar om het hotel te gaan en dan vanmiddag op safari te gaan. Dat wou niet, hè? Ja, nee. Dus dat gaat ook wel nog speciaal zijn, maar dat gaan we ook allemaal filmen. Wat ook wel tof gaat zijn, denk ik. Ik heb dat nog niet meegemaakt, heeft dat wel al gedaan. En dan moet Vee vanavond ook groentjes eten. Dus dat wordt ook speciaal. Dat waar, hè? Dat ga je, denk. Allee, ciao! 1 hour later. Dus wij zijn nu klaar om de dune bashing te doen. De meneer is juist de band gaan platstaan en dan gaan we vertrekken. Dus met de dune bashing. Dus dan ga ik een beetje proberen te filmen. Sorry. Ik weet niet of dat goed gaat lukken. Maar Lander heeft al het beste zicht, denk ik. Ik heb zeker het beste zicht, want ik zit wel voor. Maar ik heb wel geen airco, dus dat is wel jammer. Maar zet hem op. Ah ja, eigenlijk. Voilà, een airco staat ook. Nu heb ik wel airco. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen, als dat mag. Joep. J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles, dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais je suis quoi dans ton âme? J'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi. Ah bébé, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, ton absence a laissé place à l'ennui. هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليك بغير مش بثبتلك إني جامد ولا عايز أبان تقيل أنا 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 بناديكي يا حبيبي أنا ديكي تعالي لي أنا ديكي أنا هنا أنا ديكي تعالي لي أنا ديكي يا حبيبي أنا ديكي أنا هنا أنا ديكي يا حبيبي أنا ديكي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي tu es tombé comme la pluie t'as déboulé dans ma petite vie dans ma ville comme un ovni tu t'es parti comme le jour qui. We zijn hier nu zo net gestopt op een plekje waar je allemaal foto's kon nemen. Voilà. We hebben zo net nog een voorbeestje gemaakt met zo'n jeep-achtige wagen voor een half uurtje. En we hebben dan nog fotootjes gaan nemen bij de zonsondergang. En ik heb hier echt een schoone naar mee. Salam alaikum. Salam alaikum. Nu zijn we terug aan het kamp. Waar zijn wij nu op? Nee? Wat? Waar zijn wij op? We zijn nog niet op. Waar zijn wij op? Hoe is het nu? Wat is de naam? Nice kameel. Excuse me, ja. Alha, alha, mis habur, shakalha. شكلها ما انا عارف انها هترجع تاني بمزاجها حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps et qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles dissocier le bien du mal les yeux.
beaucoup vers la voile. Mais je suis pas dans ton âme. J'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase. Qui compte ton esprit? We zijn hier dus nu bij de voorlaatste show van vanavond. We zijn dus net nog de kameel erin, zoals je hebt gezien. We net barbecue en ander ding. Ik was al niet 100%, dus ik heb niet veel kunnen eten. Echt wel? Nu is hij een beetje shisha aan het doen. Terwijl dan naar de show kijken. Hè. Het wel een belangrijke deel. Het belangrijke deel was gemist. Plots gisteravond kreeg ik fucking warm. Hij had al zelf gezegd dat ik zat te gloeien in bed. En dan plots, als ik zo like, een half uur geslapen, kwam ik weer wakker en was ik aan het zweten. Like, ja. En nu vanochtend voel ik mij like, iets beter. Maar ik ga wel moeten een pijnstiller pakken vandaag, anders gaat het weer hetzelfde. En pijnstiller like, echt gewoon. Dat het gewoon is van heel snel naar warm koud te gaan. En dat mij daar rustig even van. Gisteravond echt dat ik in airco ben ging, dat ik like, zeer aan mijn lijf om zo in de airco te gaan. Omdat dat gewoon zo groep is. Dat dat lekker gaat. Hek is. Dat waar he. Maar hij zei toch gisteravond dat dat wel. Dat like, wel iets doet met je lichaam is heel snel dat warm koud. En dat. Je hoeft daar even tegen voor te zijn omdat ze weet. Verder, ja, dus omdat ik nu naar Abu Dhabi ga, moeten we dus ook een COVID-test doen. En omdat we niet 10 dagen van binnen zijn, gaan we eerst een zelftest doen. Dus ja, we houden jullie up-to-date. Waar zijn we nu? We zijn nu in de Dubai Mall. We hebben net COVID-testjes gekocht. COVID-testjes, hey. Dat is letterlijk onze eerste aankoop in de Dubai Mall. Ja. Ah, nee, toch niet, maar je ring en je armband. Jeet. En nu gaan we een keer naar de zoek en dat is hier. We zien hier nu zo echt zo'n big ass dinosaurus staan en zo, met zo'n bijna lange staart. Dan heb je zo'n lange staart. Groot leefje, lange nek. Mini hoofdje. Kijk hoe klein. Yes, hallo. Vanavond hebben we dus. Dus vandaag hebben we niet zoveel gedaan. We hebben eigenlijk gewoon een beetje aan het zwemmen gelegen. En een beetje gekeken voor alles van morgen te regelen. Dus vanavond en ook voor vanavond. Vanavond gaan we dus naar een Italiaans restaurantje gaan eten. Wonder boven wonder. Want dat is natuurlijk het lievelingseten van Fee. We gaan dus naar de Gia. Dat is een restaurant in de mall. Hè. Aan de Burj Khalifa. Met uitzicht dus op de fonteinen en zo. Dus we gaan daar iets gaan eten. En dan achteraf gingen we nog op zoek gaan of dat we ergens iets vonden van een club of zo waarin dat ik kon uitgaan. We hebben niet gevonden, inderdaad. Maar hij is blijkbaar heel exclusief om binnen te gaan. En nog een probleem is, je mag blijkbaar geen sneakers aan om binnen te gaan. Maar ik heb alleen maar sneakers mee, dus dat zal heel moeilijk worden. We nemen de vlogcamera ook niet mee. Omdat we dus gewoon wat wel gaan eten en zo. En erachter, moest het zijn dat we toch zijn binnen geraakt, ga je dat zeker wel nog te weten komen. Dus wens ons veel geluk, hè. Ciao! Thank you.
Allee, zijn je content? Ja. Ik ook. Slaap wel. Slaap wel. Ja, slaap wel. Eerst nog een wijntje drinken op het terrasje. Oeh.